Met de uitreiking van de gouden tapknop mag het Nijmeegs Bier & Bites aan de Priemstraat zich de beste horecazaak van de regio Midden-Oost-Nederland noemen. Ja, dat we deze prijs allemaal gewonnen hebben voelt natuurlijk geweldig. Ik had verwacht één prijs te winnen. Vorig jaar hadden we brons, dus ik had gehoopt in ieder geval op of zilver of goud. Maar dat we er nou vier achter elkaar wonnen, of in één keer wonnen, dat was wel heel bijzonder. Of eigenlijk drie, maar... Ja, ik ben het meest blij met de prijs natuurlijk. Uiteindelijk de derde plaats landelijk. En ik hoorde net dat er iets van 21.000 cafés meedoen aan die competitie. Ja, en als je dan de derde bent van die 21, is het natuurlijk op twee na hoogst haalbare van Nederland. Dus dat is natuurlijk een hartstikke mooie prijs. We hebben ook weinig fouten gemaakt of geen. Het zijn allemaal momentopnames. Het zijn toch mystery guests die moeten komen. Daar hebben ook alle collega's hebben daar natuurlijk ook last van. Dus wij gaan, kijk, elke gast krijgt bij ons gewoon dezelfde behandeling en die is altijd even goed. Ik sta er ook voor in dat ze gewoon altijd die behandeling krijgen. Dus ik hoop gewoon dat we dan de volgende keer genoeg punten halen om dan goud te halen. Nou ja, kijk, als je kijkt naar die mystery reviews, dan zijn het eigenlijk altijd dezelfde onderwerpen waar we naar kijken. Hè? Het gaat om gastvrijheid, het gaat om beleving en het gaat om bierbehandeling. En ik denk als je terugkijkt naar de rapportage, dat je gewoon ziet dat wat je hier in de zaak sowieso ziet, dat kwaliteit heel erg voorop staat, dat de gastvrijheid ontzettend groot is en iemand voelt zich welkom en wordt ontzettend goed bediend en geholpen. Ja, en dat maakt dat je bij de top 3 hoort van het op landelijk niveau.